Het is vandaag vrijdag 7 juni. Dit is Flevoland. Zorgen over kwaliteit onderwijs. Doden gevonden in woning Muziekwijk. En Flevo Boys wil geschiedenis schrijven tegen VVV 67. Goedenavond. De gemeente Almere maakt zich ernstig zorgen over de kwaliteit van het onderwijs in de stad. Aanleiding is een rapport van de inspectie van het onderwijs. Daarin staat dat het aantal onvoldoende en zeer zwakke scholen weer stijgt. Zo telt Almere nu 15 onvoldoende of zeer zwakke scholen. Deze school, Arthur College in Almere Poort, staat op rood bij de onderwijsinspectie. De school scoort op VMBO, HAVO en VWO onvoldoende. En dat betekent dat de school niet aan de wettelijke eisen voldoet. De directie geeft toe dat dat het geval was tussen de zomer van 2017 en maart 2019. Daarna zou de situatie zijn verbeterd. Wij hebben 2 jaar geleden de beoordeling van de inspectie gekregen dat onze resultaten wat onder de maat zijn. Daar hebben we hard aan gewerkt om die te verbeteren. En dat heeft in maart geresulteerd in alweer een voldoende beoordeling voor onze KBL en TL, dus voor de VMBO-opleidingen. En wij verwachten volgende week hele mooie examenresultaten voor HAVO en VWO. Maar verwacht u nu binnenkort dat het alles op groen staat of hoe moet ik dat zien? Nou, op groen komen in ieder geval deze maand nog KBL en TL. En ik verwacht in het najaar een nieuw bezoek van de inspectie op HAVO en VWO. En dat we onze resultaten dan veel beter zullen zijn. Niet alleen Arthur College, maar de kwaliteit van het onderwijs in heel Almere baart de onderwijsinspectie zorgen. Die kwaliteit was jarenlang slecht. Tussen 2010 en 2014 kwam daar verandering in. De gemeente heeft toen fors geïnvesteerd in het onderwijs en werkte intensief samen met schoolbesturen. Dat heeft ertoe geleid dat het aantal zwakke en zeer zwakke scholen aanzienlijk was afgenomen. Volgens de Almeerse scholengroep ASG, waar de helft van de scholen onder valt, heeft de gemeente inderdaad extra geïnvesteerd in het onderwijs. Maar na 2014 niet meer. Dat klopt. Er zijn geen extra gelden meer voor de schoolbesturen. Maar we zijn uiteraard nog steeds met de gemeente in gesprek om te zorgen hoe kunnen we nou de onderwijskwaliteit in Almere duurzaam vasthouden. Maar zegt u daarmee dat de kwaliteit van het onderwijs in Almere afhankelijk is van extra gelden vanuit de gemeente? Nee, dat zeg ik niet. In eerste instantie is dat natuurlijk een verantwoordelijkheid van alle schoolbesturen. Altijd. En daarbij zie je dat met name in het verleden dus ook extra impulsen en extra financiële middelen absoluut een bijdrage leveren aan die duurzaamheid van de kwaliteit. Volgens Olivier speelt ook het lerarentekort een rol bij de kwaliteit van het onderwijs. Het aantal gezinnen groeit, maar niet overal zijn voldoende leraren om les te geven. Ze zegt in gesprek te zijn met de gemeente om te kijken hoe de problemen gezamenlijk opgelost kunnen worden. Volgende week donderdag staat onderwerp op de agenda van de gemeenteraad. In Almere is vanochtend een dode vrouw gevonden in een woning aan het Messiaanplantsoen in de Muziekwijk. Omdat de omstandigheden rond haar overlijden niet helder zijn, doet de recherche samen met specialisten van forensische opsporing een onderzoek naar de doodsoorzaak, dat meldt de politie. Een 40-jarige man is aangehouden. Zijn betrokkenheid wordt nader onderzocht. Deze man is een bekende van het slachtoffer. Ja, en dan een overzicht van ander nieuws van vandaag. Op het woonwagenkamp aan de Hoefbladstraat in Emmeloord heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur ontstond rond 6 uur in een berg met plastic afval. Grote zwarte rookwolken, dus ze hebben groot opgeschaald. En zo snel mogelijk proberen de brand te blussen. En wat voor materiaal is hier allemaal ingezet? Er zijn 4 tankautospuiten ingezet en de hoogwerker. Er zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke hoeveelheden schadelijke stoffen vrijgekomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Burgemeester en wethouders van Dronten zijn donderdagavond teruggefloten door de gemeenteraad. Het college wilde 3,5 ton uittrekken om burgers mee te laten beslissen over de inrichting van het nieuwe gemeentehuis. Maar dat stuit op verzet van de gehele raad. Die eiste dat het college het geld voor de participatie uit het bestaande budget gaat halen. Het mooie van democratie is van dat we vanavond daarover gesproken hebben en dat we daar ook als college van gezegd hebben van nou, als wij het dan kennelijk anders zien, maar de raad heeft een eigen opvatting, dan zullen wij ook handelen in de manier zoals de gemeenteraad het van ons vraagt.
Collegepartijen VVD en de inwonerspartij zijn tegen het bouwen van 150 woningen in de Noordzoom in Lelystad. Daarmee hebben de omstreden nieuwbouwplannen van wethouder Janneke Sparrenboom geen meerderheid meer in de raad. Inwoners uit de wijken Carveel en Boeier waren de afgelopen weken fel tegenstander van het plan. De VVD zegt nu dat de participatie richting bewoners niet goed was, waardoor tumult is ontstaan. De plannen van het Almeerse College van burgemeester en wethouders voor de komende jaren blijven overeind, ondanks dat de gemeente veel minder geld van het Rijk krijgt. In december hadden we al wat aanwijzingen dat er wellicht een lager bedrag zou komen vanuit het gemeentefonds. Maar niemand heeft gerekend op dusdanig veel lager en ook niet structureel. En daarom hebben we ook gemeente er goed aan te doen om de bespreking van de perspectiefnota dus iets uit te stellen. Deze werd eigenlijk zo snel ingehaald door de actualiteit dat we hebben gemeend goed aan te doen, eventjes uitstel, even goed de mensen van financiën hun rekenwerk te laten doen en heel binnenkort gaan we dus met de raad bespreken die gezamenlijke uitdaging van ja, hoe gaan we dit oplossen? Het is morgen een belangrijke dag voor de voetballers van Flevo Boys uit Emmeloord. De club staat dan voor het tweede achtereenvolgende jaar in de finale van het toernooi om de districtsbeker. Tegenstander morgen in Emmeloord is tweede klasser VEV uit het Groningse Leek. Hoofdklasse Flevo Boys uit Emmeloord wil morgen geschiedenis gaan schrijven door voor de tweede keer op rij de noordelijke districtsbeker te veroveren. Vorig seizoen waren de Emmeloorders destijds nog als eerste klasser in de finale verrassend met 4-0 te sterk voor de buurman SV Urk. Voor titelprolongatie zal er zaterdag op het eigen sportpark Ervenbos moeten worden afgerekend met tweede klasser VEV uit het Groningse Leek. Op papier zijn de Emmeloorders favoriet, want ze spelen twee niveaus hoger. Volgens Flevo Boys trainer Kevin Waalderbos tellen dit soort zaken niet in de bekerfinales. Nou, torenhoog favoriet wil ik niet zeggen. Ik bedoel, het is een finale en ja, weet je, die kan altijd beide kanten op. We zijn wel favoriet, dat mogen duidelijk zijn. Het feit dat VVV om promotie speelt naar de eerste klas, dat vind ik wel terecht, want ik vind het gewoon een goede ploeg. In de halve finale won Flevo Boys vlak voor tijd nog met 1-2 uit bij Drachter Boys, dankzij deze goal van Timon Rorijen. VVV was in de halve eindstrijd na penalties te sterk voor eerste klasser Winsum. Routinier Raymond Bolt schoot de allesbeslissende strafschop binnen. VVV is dus een ploeg die kan stunten en ze zitten ook nog in de nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse. Toch ziet hun trainer Johan Pitstra Flevo Boys als dé grote favoriet komende zaterdag. Nou ja, lijkt mij wel. Als je hoofdklasse speelt, dan neem ik aan dat je op elke positie toch qua kwaliteit wel wat hebt staan. Ja, maar ik begin nogmaals dan over die flow. Er kan van alles gebeuren in zo'n bekerfinale. En jullie hebben alles mee. Ja, tot nu toe wel. Maar goed, het gaat nu uitstekend. Laten we eerlijk zijn. Dat gaat prima. Hè. We hebben afgelopen zaterdag win je ook weer het 4-2 in de verlenging. Het voetbal zit erin. Dus als wij durven te voetballen en wat wij ook kunnen, dan kan het een leuke wedstrijd worden. Klopt. Finales zijn wedstrijden aan zich. En Flevo Boys speler Aaron Strengelt is een ervaringsdeskundige. Ook als het gaat om scoren in een finale. Hij brak vorig jaar de finale nog open door een strafschop te verzilveren tegen aartsvijand SV Urk. Ja, kom hier bekijken. Het is een dag op zich. Publiek van allerlei kanten, van allerlei hoeken. Er worden acties opgezet. Dat is niet te vergelijken met een competitie of een halve finale. Dus je moet gewoon de spanning van je af laten glijden en gewoon gaan voetballen. En dan moet het goed komen. De vaste doelman van de Emmeloorders, Rodney Rozing, staat dit seizoen niet onder de lat bij de bekerwedstrijden van Flevo Boys. Die eer valt de beurt aan de tweede doelman. En dat is Faris Mesut, die zijn ploeg tijdens dit bekertoernooi al twee keer door een lastige strafschoppenserie wist te loodsen. Staat Flevo Boys eigenlijk een beetje dankzij jou in de finale? Nou, zo wil ik het niet zeggen. We hebben denk ik de twee penaltyreeks die we hebben gehad. Denk ik eigenlijk dat we beide wedstrijden verdiend gewonnen hebben eigenlijk. Als je kijkt naar de wedstrijd. Maar ja, natuurlijk speelde een belangrijke rol denk ik. Maar ja, je moet op goede momenten pieken zeggen ze dan. En dat gebeurde gelukkig dus. Ja, ik denk dat het gewoon een teamprestatie is en ik toevallig op dat moment goed in mijn vel zat. Er is nog niks gewonnen, hè? Je wil het nu ook afmaken. Ja, zeker weten, natuurlijk. Hè. Zoals onze oude trainer zei, een finale is pas leuk als je wint. Anders hou je er een zuur gevoel aan over. Het wordt voor Flevo Boys alweer de derde finale in 4 jaar tijd. En de Emmeloorders zijn met recht echte cupfighters dus. In 2016 was Staphorst in de eindstrijd nog te sterk voor de Emmeloorders. Maar vorig seizoen won Flevo Boys dus van SV Urk. Aanvoerder en ras Emmeloorder Aram Nijboer wil het gevoel van vorig jaar weer herbeleven. Ja, dat was echt supermooi. Dat was vorig jaar gewoon echt geweldig. Dat,
ja, dat is niet omschrijven eigenlijk. Vooral ook toen we hier terugkwamen, dat was ook geweldig. En ja, daar heb ik wel echt super veel zin in. Ja, dat kunstje wil je gewoon weer herhalen? Ja, tuurlijk. Ja, je kijkt er nu al naar uit. Je denkt erover na om zaterdag die beker weer omhoog te houden. En daar gaan we wel voor, ja. De finale Flevo Boys VEV begint zaterdag om 3:00 en wordt vanaf 2:15 door Omroep Flevoland live uitgezonden. In de Oostvaardersplassen zijn de laatste maanden kilometers aan hekwerk verschenen. En dat is nodig om 150 paarden te vangen die op transport gaan naar Wit-Rusland. Al het hekwerk zorgt ervoor dat de aanblik van het gebied flink is veranderd. Dat wat altijd één open vlakte was, ziet er nu een stuk anders uit. Er staan stevige hekken van zo'n 2 meter hoog. Daartussen in compartimenten de paarden die het gebied binnenkort verlaten. Het is een vangweide om de paarden in ieder geval bij elkaar te houden. Dat is inderdaad voor het transport van dieren uit het gebied, dus in dit geval naar Wit-Rusland. De koninkpaarden moeten minstens een maand lang in de weide blijven staan voordat ze op transport mogen. Dat is nodig om er zeker van te zijn dat ze geen ziektes hebben. En zeker als het naar Wit-Rusland gaat, het gebied buiten de EU, hebben ze een soort quarantaineperiode nodig. Worden ze onderzocht. En de quarantaine is ook, zeg maar, dat er geen contact is tussen de paarden die buiten de vangweide staan en aan de andere kant de paarden die binnen de vangweide staan. Dus vandaar dat het zo ook al ingericht is met een hoograster en een raster aan de binnenkant met ruimte ertussen. Nu het leefgebied van de dieren een stuk kleiner is, wordt gezorgd voor extra voedsel. We brengen hier dat hooi ook in en we zorgen dat er water is. En je kunt zien, ze staan er nu heel vredig bij. Echt als familiegroepjes bij elkaar. Dat is mooi om te zien. En het is mooi rustig op dit moment. Niet alleen voor de vangweide staan er grote stukken hekwerk. Er zijn ook gebieden afgezet waar de grote grazers voorlopig juist weg moeten blijven. Dit om bomen en planten daar rust te geven om te groeien zonder dat ze worden aangevreten. Kijk, het plantsoen moet goed van de grond kunnen komen. En na verloop van tijd kunnen we die rasters dan weghalen. Want het zijn doornige struiken, die kunnen tegen die verraad. Maar in die beginfase moet je ze echt even op weg helpen. De verwachting is dat de quarantaineperiode van 30 dagen volgende week kan beginnen. En dat de koninkpaarden in juli op transport kunnen. Iedereen die zich inzet voor cultuur in Almere was gisteravond te vinden bij de bijeenkomst Ali Schout. Ze staken de koppen bij elkaar over de vraag hoe de stad op cultuurgebied nog vernieuwender en experimenteler kan worden. Welkom op Ali Schout. Diverse ondernemers uit de culturele sector in Almere presenteerden zich gisteravond bij Ali Schout. Artiesten, theatermakers en kunstenaars konden elkaar ontmoeten. Ze hielden ieder een pitch over wat ze de komende maanden op de planken gaan brengen. De bijeenkomst is een idee van projectbureau Strandlab. Zij willen de omgeving van het Almere strand op de kaart zetten als locatie voor cultuuruitingen. Strandlab is eigenlijk wij zeggen een buitenlaboratorium voor cultuur. Wij werken met name hier op het mooie Almere strand om kunstenaars en creatieve makers een podium te geven om te laten zien wat ze doen. En daar is deze avond de perfecte gelegenheid voor. Tijdens Ali Schout konden vooral de onbekende namen zich presenteren. De avond werd samengesteld door het programmeursgilde. Idee is dat de makers zelf vertellen wat er op stapel staat. Een real life culturele uitgaansagenda. Dus in de plaats van dat je hoeft te scrollen door 100.000 Facebookpagina's, vertellen hier 10 organisators, programmeurs en makers over wat er relevant is in de komende maanden voor de Almeerse culturele agenda. Maar de avond is allerminst een voorproefje met zang en dans. De cultuurmakers vertellen wat ze willen en wat ze doen aan elkaar. Het is voor en door de culturele sector, dus we zitten hier met allemaal leuke mensen uit de sector. En we vertellen elkaar wat er allemaal gebeurt en op die manier proberen elkaar te stimuleren tot mooie programmering. Waarom is dat nodig? Het is nodig om, het is niet per se nodig, het is gewoon leuk om elkaar te inspireren en te stof om samen te komen en te kijken of we met elkaar nog mooiere dingen kunnen doen om Almere nog toffer te maken. Almere is nog lang niet af en dat geldt ook voor de culturele sector. Ali Schout brengt makers bij elkaar. En het doel is dat de hele sector daarvan groeit. Niet iedereen die hier is, die ken ik. En zij leren dus ook kennen, komen erachter van wat er speelt, wat er bezig is. En zij weten van oké, die gast doet dit, ik wil dat eigenlijk doen. Misschien kunnen we samen wat doen. Ja. Kruisbestuiving. Precies, ja. En dit was Flevoland voor vandaag. Straks hoor je van Diana Woei alles over het weer voor vanavond en natuurlijk de Pinksterdagen. Geniet van een lang weekend en tot de volgende keer.